Hallo allemaal, dit is weer een nieuwe weekvlog. En allereerst wil ik jullie bedanken voor alle leuke reacties die ik heb gehad op mijn eerste vlog. Dit is dus de tweede vlog. Ik ben onderweg naar Haren. Ik neem jullie mee om te kijken wat voor nieuwe items er zijn binnengekomen. Wat zien we daar? De Groningse Diva in volle glorie aan de Rijksstraatweg. De Winkelstraat van Haren. Even oversteken. Mooi etalage. Zo, nu even de outfit van de dag. Wat heb ik aan? Nou, ik koop eigenlijk alleen maar spullen uit mijn eigen winkels. We krijgen zulke mooie dingen binnen, dus waarom zou ik wat anders gaan shoppen? Ik heb vandaag gekozen omdat het vrij fris weer is voor een vest van Mark Kane in een leuke pantenprint. Het is een heel behagelijk vest, maar ja, alles van Mark Kane is ook altijd van hoogwaardige kwaliteit, dus ook dit vest. En ik draag hem op een leren legging, ook van Mark Kane, in een bruin tint. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens schoenen aan, waar ik op dit moment helemaal dol op ben, want het maakt elke look stoer. Ik doe het ook onder een jurkje of een rokje en dan maak je die outfit ook gelijk weer heel erg stoer. En ze lopen heerlijk. Ik krijg heel vaak Dr. Martens binnen, alleen het was elke keer in een verkeerde maat. Dus deze Dr. Martens heb ik zelf gekocht in Amsterdam. In de Dr. Martens winkel in de Kalverstraat. Maar we krijgen ze dus ook wel binnen. Maar ja, het moet natuurlijk net je goede maat zijn. Dus dit is mijn outfit van de dag. Ik wil je graag de voorjaarskleur roze laten zien. En misschien denk je, roze is niet echt mijn kleur. Dan ligt het eraan welke tint je kiest. Ben je bijvoorbeeld een lentetype, dan kies je voor deze zachte roze kleur. Die staat je dan heel erg mooi. We hebben er nu een hele lekkere zachte jas van in Haren. Een echte voorjaarsjas. Dus ben je een lentetype, is dit jouw goede kleur. Als je een zomertype bent, dan ben je meer van de vergrijste tinten. Dan kun je ook roze dragen, maar let er dan op dat er een klein grijs waasje overheen zit. Zoals bij dit vest. Als je een herfsttype bent, dan kies je niet zo snel voor roze. Maar denk dan eens aan oud roze. Dan is dat een kleur voor jou. Kijk naar dit vest. Met een leuk topje van repeat eronder. Helemaal goed voor het herfsttype. En als jij een wintertype bent, dan kun je felle kleuren dragen. En dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld dit hele leuke lange vestjasje van Essential. In een spetterende kleur roze. En die staat jou dan hartstikke goed. Nou, zo zijn er dus heel veel tinten roze. Dus eigenlijk kan iedereen roze dragen. Dus kom eens kijken, er komt al heel veel voorjaar binnen. En kies eens een keer een tint roze die bij jou past. Zo, en dan nog even een special item. Ik heb ze al eens eerder laten zien in een andere video. Deze laarzen van Louboutin. We hebben ze nog steeds in de winkel. Worden vaak gepast, maar dan is het net niet de goede maat. Het is een 37,5. Hele mooie nieuwe zolen nog. En natuurlijk met het rood aan de onderkant. En er zit een hele mooie lange rits aan de achterkant. En je moet net het goede kuitje hebben wat erin past. Maar ze zijn het dus nog steeds, deze mooie Louboutin laarzen. En we zijn weer onderweg naar Sneek, naar de Friese Diva. Ik ben nu ongeveer bij Joure. Het is ongeveer een half uur, dik half uur rijden van mijn huis naar de Friese Diva. En bij Joure hebben we nu een nieuwe weg. En daar ben ik zo blij mee. Want die rotonde die er eerder was, dat gaf altijd heel veel gedoe en files. Het zorgt een beetje voor stress, want dan ben je bang dat je te laat bent. En nu rijd ik gewoon heel makkelijk over de nieuwe weg langs Joure naar Sneek. En dat is heel erg fijn. En wanneer ik Sneek binnenrij, dan rijd ik altijd langs de Waterpoort. Dat vind ik altijd een hele mooie route. De Waterpoort ligt trouwens ook vlak bij onze winkel. Dus dan ben je ook op de goede weg als je er langs rijdt. Maar kijk, zo mooi. En zomers is het hier altijd heel erg druk. De outfit van de dag, wat heb ik aan?
Ik heb vandaag een leren legging broek aan van DNA. DNA is een heel fijn leermerk. Gebruikt hele fijne leersoorten, bijvoorbeeld lamsleer. En het zit als een tweede huid. Ze hebben ook jasjes, leren blousjes. Hartstikke fijn. Dus als je een keer ziet DNA in onze winkel, probeer het eens aan. Het zit fantastisch. Daarboven heb ik een shirtje, ook groen, met een zwarte pantenprint van Marcane. En daaroverheen een driekwart jasje wol van Max Mara. En daaronder, daar zijn ze weer, heb ik Dr. Martens. Deze keer heb ik gekozen voor mijn lakleren variant. Omdat ik de outfit vrij rustig vond, vind ik het wel leuk als de schoenen dan iets opvallender zijn. Dus daarom deze lakleren. En zoals ik de vorige keer al zei, die zitten fantastisch. Ik had het net over mijn outfit van DNA, die broek. En ik heb nog hier in de winkel in Sneek een leerjasje van DNA. Topkleur voor het voorjaar natuurlijk. Maar als je voelt, het is zo lekker zacht. En het heeft altijd een beetje een used look. Dus alsof het al gedragen is. Maar dat maakt het juist stoerder en een uitstraling veel mooier. Dus als je denkt, goh, ik wil wel eens kijken of dat een ding is voor mij. Dan moet je snel naar de Friese Diva komen. Het is een maat L. En hij is dus crème kleurig. Nou, ik vind het ook leuk om af en toe eens een merk te laten zien. En deze keer heb ik gekozen voor Annette Geurts. Annette Geurts is een merk die je bij echt goede dameszaken kunt kopen. Ligt ook echt in de hogere prijsklasse. Denk het aan een jas tussen de 600 en 1000 euro. Broeken tussen de 300-400 euro. Jasjes, blazers en dat soort dingen tussen de 400 en de 600 euro. En nou, dat is ongeveer de prijskategorie. En dan denk ik bijvoorbeeld aan deze rok. Deze rok is zwart, heeft hele leuke steekzakken die heel mooi vallen. Maar ook een leuke band onderin. Zodat je als je daar een legging onder draagt en een stoer laarsje of een platte schoen, dan krijg je echt een hele eigenwijze uitstraling. Annette Geurts heeft ook leer, dat is dan ook weer in een hele hoge prijskategorie. Bijvoorbeeld deze leren rok, hij is bruin, hij is heel slank gesneden, maar wel met een hele mooie belijning. En dan achterin, even hoog houden, hebben we een heel leuk eigenwijs driehoek splitje. En dan loopt hij zo tot hier onder de billen door. Ik heb ook nog een leren broek van Annette Geurts, net nieuw binnengekregen. Ook die heeft gewoon een heel aparte leersoort. Het lijkt een beetje kreukelig. Niet te glanzend, dat is ook wel mooi. Leuke zakjes zo schuin achterop. En ja, dit zijn broeken van 600 euro. En die koop je bij ons tussen de 100 en 129 euro. En hier heb ik nog een mantel van Annette Geurts. Heel lang. Hij is heel lekker zwierig. Mooie sjaalkraag. Hij is in een M en een L. En nou, dit zijn dus van die jassen van ongeveer 1000 euro. En bij ons 2,49. Zo, nu wil ik jullie nog even een paar leuke accessoires laten zien die we net binnen hebben gekregen. Bijvoorbeeld deze hele mooie tas. Oh, ik zal hem even omdraaien. Helemaal van leer, gloednieuw. En die kun je natuurlijk hartstikke mooi voor je werk gebruiken. Laptop erin, broodrommeltje erin. Of andere dingen natuurlijk, papierwerk. En een fantastische tas. Die is dus nu net binnengebracht. En ik heb ook een hele mooie zonnebril van Gucci binnengekregen. Want het wordt natuurlijk nog wel eens mooi weer. En binnenkort gaat het wat kouder worden. Dan heb je ook altijd van die felle zon. Met een leuk brillenkokertje erbij natuurlijk. En we hebben ook nog een zonnebril binnengekregen van Max Mara. Het is een beetje een kleiner model. Ook met een kokertje erbij, een harde koker. En dat zijn de drie nieuwe accessoires die we deze week binnen hebben gekregen. Wou ik ook nog even met jullie delen. Ik ben nu in Zwolle en ik loop nou langzaam naar onze winkel. Moet je eens kijken, zo mooi verlicht. De Sassenpoort. Het begin van de Sassenstraat. En daar lopen we nu in. In de Sassenstraat zitten ook allemaal lekkere restaurantjes. Hier heb je een nieuwe Italiaan. Het schijnt heel goed te zijn. En daar zit El Carpaccio. Heb ik ook al een keer gegeten. Die vond ik ook echt top. Ook Italiaans.
bij Broeders. En daar hebben we in deze kerk het sushi-restaurant Rusakura. En in ons gedeelte van de Zazenstraat is het vrij rustig. Alle winkels zijn dicht. Wij ook, op donderdagavond. Snel naar etalage. En wie staat daar? Dat is Alisa. En zij geeft mij social media advice. En we gaan nu bezig met onze vlog van week 2. Aan de slag. Zo, ik ben binnen in Zwolle bij de Overijsselse Diva. En ik wil even gelijk mijn outfit van de dag laten zien. Mijn heerlijke jas is van het merk Woolrich. En als je nog eens een keer een heerlijke jas zoekt, dan moet je eens een keer een jas van Woolrich passen. Het is zo behagelijk, zo lekker warm, zo lekker zacht, comfortabel. Ik kan er wel heel verhaal over maken, maar het is gewoon echt een topjas. Nou, als ik die Woolrich jas uitdoe, dan heb ik daaronder een vest. Een vest van High Use. High Use, dat is van de ontwerpster die eerder bij Chibot heeft gewerkt. Daaronder een satijnen blouse van Circle of Gentlemen, maar dan voor de dames. En een grijze, strakkere broek van Sara Pacini. En daaronder mijn Dr. Martens schoenen. En dit is mijn comfortabele outfit van de donderdag. En dan nu de nieuwe items die we in Zwolle hebben binnengekregen. Als eerste een bruine laars van Dewberry. Als het zometeen weer nattig weer wordt of sneeuw, of als je vaak in het bos loopt of de hond uitlaat, dan is dit een toplaars, water, winddicht en voor jaren een fijne laars. Het is trouwens een 41. Nummer 2 is dit stoere bikerjasje van Kenzo. Het is een maat 38, valt ietsje kleiner, maat 36 denk ik eerder. Maar ja, prachtige binnenkant en Kenzo, heel speciaal merk. Dan hebben we een jasje van Burberry, lak. Het is een grote maat, maat 44. En dit jasje kun je nu binnen aan. En straks, als het wat mooier weer wordt, doe je hem lekker als buitenjasje aan. En als laatste een mooi wollig jasje van Pau. Dit is een maat SM. En nou, een beetje harig, een beetje fluffy. Dus is ook heel leuk te combineren met leer. Of met een wat strakkere broek. Maar het kan natuurlijk ook heel leuk op een rokje. En er zit ook een crème streepje in. Dus als je hem daarmee combineert, dan kun je hem nog heel lang dragen in het voorjaar. Nou, dat waren de 4 items die ik in Zwolle wilde laten zien. En zometeen nog eventjes een heel speciaal item. Zo, dit is het laatste item wat ik je nog even wilde laten zien. Het is echt net binnengekomen, daarom komt hij er ook achteraan. Het is een jas, een bruine jas. Met van binnen bont. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Maar het is echt een hele bijzondere bruine kleur. Je kan hem ook omdraaien. Maar daar kun je zelf voor kiezen. En ik denk dat het een maatje M is. Dus als je dit een mooie jas vindt, dan moet je heel snel even naar de winkel komen. Nou, dit waren dan de 5 items die ik wilde laten zien. Als je ook leuke kleding hebt om in te brengen, dan kun je gewoon onder openingstijden binnenkomen. Als je kleding in de winkel hangt, dan hangt het er 3 maanden. En dan krijg je een inlogcode op de computer. En kun je alles thuis volgen online. Wat er met de kleding gebeurt. Of het al verkocht is. Of je het weer op moet halen. Wat het heeft opgeleverd. Want we zijn heel open en transparant. Dus lijkt het je leuk om ook een keer kleding in te brengen? Denk er wel aan dat het dus alleen hoogsegment merken mogen zijn. Of designerartikelen. En als je nog meer informatie wil, dan kun je ook op de website kijken. Nou, dit was vlog 2. En denk eraan, dress like a diva. En als je het leuk vindt om je te abonneren, klik op abonneren. En tot volgende week.